Goedemorgen allemaal. Hier een bericht van Vast Wel. Een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis Sint-Katrinadal met het thema van tijd en eeuwigheid. Vanaf je geboorte begin je te leren. Kruipen, lopen, praten. Verder in de tijd gaan scholen je helpen met leren. Maar met het behalen van een diploma stopt het niet. Je leert van het leven. Van alles wat je doet en alles en iedereen om je heen. Een leven lang tot de eeuwigheid. Blijven leren zorgt ervoor dat je aansluiting houdt bij de veranderende maatschappij. Dat je bij de tijd blijft. En het houdt je arbeidsfit. Vandaag opnieuw een bijdrage. Veel plezier met jullie lessen vandaag. Het is een beetje een gekke tijd en daarom wil ik nu met jullie wat stellingen behandelen. Dat doen we wel vaker in de klas. Aan die kant ben ik gevraagd dat je gaat staan. Wel een beetje op afstand natuurlijk van elkaar als je het eens bent met de stelling. En aan deze kant als je het oneens bent. Dus kom alsjeblieft eventjes staan. Dan pakken we de eerste stelling en dat is: anderen bepalen hoe ik mijn tijd benut. En ja, wie bedoelen we dan met anderen? Je ouders, school, je werk. Hoe zie je dat? Veel eens. Sascha, wil jij reageren? Nou, ik denk dat de overheid best wel veel voor jou beslist, bijvoorbeeld schoolplicht. En dat je naar school moet, dat bepaal je niet zelf. Dat is jouw tijd. Ja, dat wordt door de overheid ingevuld of andere dingen. Oké, dus de overheid bepaalt in die zin, je hebt schoolplicht, je moet er nu zijn. En nou ja, bijvoorbeeld nu met corona wordt ook natuurlijk bepaald hoe laat jij thuis moet zijn bijvoorbeeld. Ja, ze kunnen best wel zeggen van je moet zo laat thuis zijn en zo, maar dat wil niet per se zeggen dat je het ook echt doet. Ja, oké, goed. Ik ga werken om te leven en niet leven om te werken. Ik ga studeren, dan moet ik een baan zoeken en dan ga ik werken, want met dat geld kan ik dan leven. Maar dan ben je eigenlijk 40 uur aan het werk en dan. Of is het zo, dan is het meer ik leef om te werken, want ik ben alleen maar met werk bezig. Of werk je om daardoor ook andere dingen te kunnen? Werk je nou om te leven? Werk je om te leven of leef je om te werken? Ja, ik denk dat de meesten zeg maar een beetje ervan uitgaan dat werk is werk voor geld, maar je kan ook een levensdoel hebben. En dat jij denkt van ik wil echt leven om dit levensdoel te behalen. Dus je moet eigenlijk aan het werken om dat levensdoel te behalen. Dus zo kun je het ook zien. Je leeft wel om te werken, maar je werkt aan je levensdoel. Gaan we door naar de volgende. Iedereen bestaat voor eeuwig. Oké, de groep is verdeeld. Mooi. En wat twijfel? Sascha, wat? Jij bent het eens? Ja, dat is meer iets. Maar ik geloof niet dat als je dood bent dat je gelijk weg bent. Ik geloof gewoon dat er iets nakomt. Ik weet niet wat, maar ik denk niet dat als je dood bent dat je gelijk weg bent. Oké, dus als je dood bent dan ben je niet gelijk weg. Dus ben je er voor eeuwig? En ik denk ook sowieso dat als jij iemand hebt verloren die jou best wel dierbaar is, dan bestaat diegene voor jou toch nog in je hoofd. Dus diegene is niet weg. Ja, jullie staan een beetje zo in het midden. Wil een van jullie reageren? Bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ik het uitleg, maar mensen zoals Maria, Jezus, al die mensen. Voor ons bestaan die zeg maar nog voor eeuwig, omdat het is het begin van de geschiedenis en zo. In de tekstboeken staat dat overal. Blijft altijd nog een beetje mee als basiskennis. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Inderdaad, dat bepaalde mensen sowieso voor eeuwig bestaan. En dan kun je natuurlijk, heb je je eigen geloof. Is iemand er altijd voor eeuwig omdat hij het leven niet eindig is of niet? Oké, het enige wat ertoe doet is het nu, dit moment. Ik dacht dus, als je nu denkt over de toekomst, dan doe je dat nu. En dan uiteindelijk ga je nu ook bedenken wat je later anders gaat doen. Dus uiteindelijk komt alles terug in het nu. Wiskunde, hoofdstuk 7. Maan door mijn zolder aan. Laatste woordjes Frans. Welkom bij de proefwerkweek. Leren, zwoegen, strijden. Boos worden omdat je te weinig geleerd hebt. Boos worden op jezelf omdat je boos werd omdat je... Laat maar, ik moet door. Door met eten. Eten van informatie die ik vervolgens kan uitkotsen op mijn toets en weer mag vergeten. Al heb ik wiskunde niet geleerd, weet ik wel dat ik mijn dagen als cirkels teken. Leren, toets maken, leren, slapen en zo door. Mooie cirkels, maar ik straal niet.
Ik wil leren leven, leren die cirkel te breken. Leren van fouten en die niet van mijn Engels doet. Ik zal eeuwig blijven leren, maar de Frans woordjes nooit meer. Mijn passie is echt leuke dingen met familie en vrienden doen. Of gewoon bij ze zijn. Ik heb niet echt een sport of hobby dat echt mijn passie is. Dat zijn meer dingen die ik echt leuk vind. Maar als we het over passie hebben, dus waar ik veel liefde in steek, is dat dat toch. Ik vind dat je gewoon moet genieten van het leven en niet bijvoorbeeld naar een passie op zoek moet gaan als je er geen hebt. Want ik vind dat er een groot verschil zit tussen passie en dingen doen die je leuk vindt. Waar ik even veel liefde in steek, is tijd voor mijn eigen nemen. Dit vind ik zo belangrijk en dat is ook gelijk waar ik meer aankleurtijd voor wil hebben. Meer rondje lopen, fietsen of skileren. Ik vind dat echt heerlijk gewoon. Nadenken hoort natuurlijk wel bij het leven, maar hoeft niet altijd. Ik heb hierboven al veel het woord tijd gebruikt, maar nog geen eeuwigheid. Tussen deze twee vind ik dat er een groot verschil zit. Tijd betekent voor mij echt alles. Dus wat gebeurt, wat al is gebeurd en wat nog gaat gebeuren. Eeuwigheid is een onderdeel van tijd. Dit betekent voor mij alles wat heel erg lang geleden is of wat over heel erg lang nog gaat komen. En wat nog altijd in de gedachten zal zitten van mensen. Je kan dit vergelijken met mensen die in eindeloos leven geloven. Die hebben tijd en eeuwigheid voor altijd. minutes. How do you measure your year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. In 525,600 minutes, how do you measure your year? How about love? Dit is een stuk tekst uit het nummer Seasons of Love van Rand. Ik vind dat hier een mooie boodschap in zit, want wij meten als mens een leven in jaren. Maar waarom? Omdat wij bepaald hebben dat dat tijd is? Dit nummer noemt ook een aantal andere mogelijkheden om een leven mee te meten. Bijvoorbeeld in iemand zijn lach, in iemand zijn moeilijkste momenten of in kopjes koffie. Natuurlijk is dat laatste niet serieus bedoeld, maar de conclusie van het lied is dat we ons leven moeten meten in liefde. Niet in uren, dagen of jaren. Ik denk dat wij geen antwoord kunnen geven op de vraag wat betekent tijd en eeuwigheid. Ik denk dat iedereen zijn of haar eigen interpretatie heeft over tijd en eeuwigheid. En zo kan iedereen zijn leven anders meten. Tijd is iets wat voor mij een mysterie is. Soms gaat de tijd te snel. Ik wil tijd hebben voor mijn geliefde, voor leuke dingen doen en voor zelfontwikkeling. Deze tijd heb ik niet altijd. Soms gaat de tijd zo snel dat ik geen tijd heb voor alle dingen die ik wil doen. Er wordt van mij verwacht dat ik van alles doe. Bijvoorbeeld mijn huiswerk maken, leren voor proefwerken en opruimen. En ik kan nog wel even doorgaan. Ook lijkt hierdoor alsof tijd heel erg snel gaat. Ik wil zo graag meer tijd hebben om alles en niks tegelijk te doen. Meer tijd spenderen met mijn familie, vrienden en vaker gaan wandelen met mijn hond. Mijn talenten verder ontwikkelen door meer te gaan muziek maken en meer te gaan badmintonnen. Misschien moet ik deze tijd gewoon nemen. Ik heb alleen maar dit leven. Waarom zou ik dat niet besteden zoals ik wil? Waarom doe ik een groot deel van onze samenleving niet wat ze willen? Waarom heeft een groot deel van onze samenleving het gevoel dat ze te weinig tijd hebben? We hebben allemaal maar één leven. Waarom spenderen we dat niet optimaal? Ik denk dat dat is omdat mensen bepaalde dingen van ons verwachten. We hebben het idee dat we ons leven niet in kunnen vullen zoals wij dat willen. Daarom hebben veel mensen het idee dat ze te weinig tijd hebben. Terwijl we er ook voor kunnen kiezen om de tijd te nemen voor de dingen die wij willen doen. Soms gaat de tijd juist heel erg langzaam. Momenten waarvan ik wil dat ze over zijn, kunnen niet snel genoeg voorbij vliegen. Niemand kan mij vertellen waarom we de tijd op deze hele verschillende manieren ervaren. Ik ben benieuwd of ik de tijd anders ervaar als ik ouder ben. Als ik ouder ben, zal ik tijd dan nog steeds een mysterie vinden? Of zal ik de antwoorden weten als ik straks het grootste deel van mijn leven gehad heb? Ieder mens interpreteert de tijd anders. Waarom is dat? Ik denk omdat tijd geen logisch gegeven is. Tijd kunnen we niet beschrijven zoals wij een wiskundige som beschrijven. Tijd is een constante in iedereens leven, maar het is een vraag waar wij geen antwoord op hebben. Ik denk ook dat de tijd de antwoorden heeft, maar niet zomaar alles weggeeft. Er wordt vaak gezegd dat wijsheid komt met de jaren. Ik denk dat we zo altijd mysteries zullen zijn en antwoorden meegegeven, maar nooit alles. We beginnen allemaal met onze wortels en we weten niet welke kant we op moeten groeien. Tijd helpt ons te ontwikkelen tot de beste versie van onszelf.
Ook de musical Anastasia gaat erover dat je eerst moet weten waar je vandaan komt om verder te gaan. In de musical heeft Anastasia geen herinneringen meer van haar verleden. De dochter van de Russische tsaar is vermist en twee oplichters willen haar wijsmaken dat zij de dochter is. Om zo een beloning te krijgen. De oplichters leren haar over het koninklijk leven, maar Anya leert dingen die ze eigenlijk al wist. Anya komt erachter dat ze eigenlijk Anastasia Romanov, de dochter van de tsaar, is. Ze is de hele tijd bezig met haar verleden en kan pas verder als ze weet waar ze vandaan komt. Tijd is een belangrijk gegeven in deze musical. Tijd zorgt ervoor dat ze erachter komt wie ze is. En tijd zorgt ervoor dat ze zichzelf weer kan zijn. Tijd kan ons dus helpen om onszelf te vinden. Ik denk dat tijd het enige is wat dat eeuwig is. We weten allemaal dat het leven niet eeuwig is. We hebben één leven en we moeten daar het beste van maken. Ik vind dat de tekst "Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never ever ever stop for anyone. Tonight let's get some and live while we're young" uit het nummer "Live While We're Young" van One Direction hier heel goed bij past. Het nummer beschrijft dat we nu moeten leven. We moeten genieten van alles in het leven. We weten namelijk nooit wanneer het over is. Het leven op aarde is niet eeuwig. Alles gaat een keer dood. Er is niets op aarde dat bestaat al sinds het begin van de aarde. Ik denk dat tijd wel eeuwig is. Al gaat alles op de aarde een keer dood, de tijd blijft doortikken. Zelfs al vergaat de aarde een keer. Er is meer dan alleen de aarde en tijd zal voor altijd door blijven gaan. Ik denk dat het besef dat niets voor eeuwig is, mensen laat beseffen dat we het leven moeten koesteren. De eeuwigheid laat mensen inzien dat ze niet alles moeten uitstellen. Veel mensen beseffen pas wat ze hebben als ze het verliezen. En dat is te laat. Als mensen beseffen dat niets voor eeuwig is, dan denk ik dat mensen eerder beseffen dat ze een leven hebben en dat ze daar het beste uit moeten halen. Deze brief staat vol met vragen. Ik denk dat dit heel gepast is bij dit onderwerp. Tijd en eeuwigheid zijn mysteries. Niemand weet precies wat tijd en wat eeuwigheid betekent. Ik hoop dat ik er ooit achter kom. Ik ben namelijk heel nieuwsgierig en ik zou graag antwoord hebben op deze vragen die ik gesteld heb in de brief. Ik denk echter dat ik nooit alle antwoorden zal weten, maar ik zal moeten afwachten en kijken wat de tijd mij brengt. Liefs, Iris. I'm from the East, boy. Het was heel wat, vond ik, om zo'n brief te schrijven. Vonden jullie niet? Ja, eigenlijk was dat best interessant, omdat je er dan toch echt over nadenkt wat je er echt van vindt. En dat doe je niet altijd. Nee. Het is een thema wat je niet zomaar dagelijks aansnijdt. En ik vond het wel bijzonder dat we uitgekozen zijn om op zo'n foto te hangen met nog 15 andere Oosterhouters. Het was zeg maar mijn eerste officiële fotoshoot. Dus ja, ik wist niet echt hoe ik moest staan of zo. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Ook gewoon de brief schrijven. Heeft me echt aan het denken gebracht. Ook gewoon hoe mijn leven in elkaar zit, zeg maar. En hoe ik met mijn tijd beter kan omgaan. Omdat ja, tijd is zeg maar schaars. Ja, dat heeft dit thema echt naar buiten gebracht. Dat tijd eigenlijk ook heel schaars is. Dus nee, ik vond het wel gewoon een leuk project om mee te doen. Ja, mooi. Ja, ik vond het bijzonder dat ik werd uitgekozen, omdat je denkt, bijzondere Oosterhouters, wauw. En wat ik zelf heb ervaren is dat wanneer je schrijft over tijd en eeuwigheid, ik denk dat mijn brief, als ik hem volgend jaar zou moeten schrijven, of misschien al over 3 maanden, dat er weer andere elementen in zitten. Ja. Dus de tijd waarin je zit, ook in je leeftijdsfase. Ik zit hier nu met 3 jonge leerlingen waar ik les aan mag geven, maar dan zie je dingen vanuit een ander oog. Ja, ik denk dat het ook gewoon heel interessant is om te weten hoe andere mensen daarover denken. En ja, hoe zeg maar. Ja, ik kan er op een bepaalde manier over denken, maar dan lees ik uw brief en denk ik van, huh, zo heb ik er dan wel niet over nagedacht. Ik vind het ook gewoon een heel mooi initiatief. Ja. Om. Ja, je wordt zeg maar open-minded door. En ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja. Maar jij was een van de geïnterviewden. Ja, klopt. Wat vind je daarvan? Mijn moeder heeft haar eigen televisieprogramma gehad. Dus het, zeg maar, het zit in mijn bloed, zou ik dan even blut zeggen. Maar ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel interessant. Ja, het was ook een leuke ervaring om op te doen. Dus ja, iets wat ik op mijn cv kan zetten, zeg maar.
En ook in het interview zeg maar, stond ik ook erbij stil hoe ver ik ook gewoon ben gekomen in het leven en hoe ver ik nog zou kunnen komen. En ja, ik vond het geweldig. Ik vond het echt geweldig. Ja. Jullie waren echt de jongste. Wat vonden jullie daarvan? Voor mij was het allemaal een beetje onverwacht dat ik kwam. Ik begon zeg maar als toeschouwer. Alleen toen kwamen ze op het idee dat we samen wel echt een heel mooi verhaal vertelden. Dus toen werd ik er eigenlijk ook een beetje bij betrokken. Wel leuk afdeling is dat ieder op de foto een andere groep weer aanspreekt. Dus ieder heeft zo zijn eigen kring, een cirkel met mensen om zich heen. En ik zit al heel wat jaar in het onderwijs. Dus veel mensen van het onderwijs, maar ook uit de softballwereld. En zo heeft toch iedereen. Jullie hebben allemaal je eigen groepen. Dus wat je net zei, die reacties. Ik heb ook veel reacties gehad. En dat is, het spreekt dus kennelijk mensen wel aan. Om even stil te staan bij een mooie zwart-wit foto. Mooi vastgelegd trouwens door Hans Keur. Hè? Is dat goed gedaan? Stress en gegeil. Kon het maar even zo zijn. Zoveel plichten, het is te veel voor mij. Dagen gaan voorbij. Tijd is kostbaar. Op zoek naar een plek waar de rust je bedekt. Alle tijd voor nu even geen strijd. Eind aan de drukte, voorlopig bevrijd. Dagen gaan tijd voor jou, dus zet jezelf een keer op één. Sta stil bij de momenten van vreugde en geniet. Geniet van al de mooie dingen die het leven biedt. Dagen gaan voorbij, tijd is kostbaar. Jou en mij, besef dan, je bent vrij. Het leven is niet voor altijd. Ik heb dit werk gemaakt omdat het schoonheidsideaal nu de afgelopen jaren heel erg aan het verschuiven is. En we steeds meer inclusiviteit zien in zowel kunst als film als op social media.
Nou, mijn werk gaat over heel ernstig verdriet, maar je moet realiseren dat dat verdriet niet voor eeuwig zo zal voelen en dat het ook gewoon weer beter zal gaan. Mijn werk gaat over dat er op de korte termijn veel schoonheid kan bestaan, maar dat het op elk moment uit elkaar kan barsten, zoals bij zeepbellen. Ik ben heel blij met deze vitrine. Die is natuurlijk niet voor de eeuwigheid gevuld met deze beelden. Deze beelden die geven wel tijd weer om van dingen die voorbij gaan. Bijvoorbeeld roken, er gaat een beeld over roken, omdat dat uit de tijd is. Of walvisvaart, uit de tijd. Gloeilampen, die gaan verdwijnen. De neutronenbom, komt die nooit meer terug misschien? Of crocs, hoe lang blijven die mode? De eeuwigheid, een iglo, smelt het ijs. En zo gaat deze vitrine eigenlijk over tijd en het voortvloeien van de tijd. Goedenavond, wat leuk dat ik hier ben. Als ik iets voor een middelbare school kan doen, voor leerlingen, studenten, jullie zijn tenslotte op een lange tijd en eeuwigheid onze toekomst. En hoeveel tijd en eeuwigheid er ook in het verleden zit, dat is mooi, daar kunnen we veel van leren. Maar het gaat uiteraard om de toekomst. En dan ook nog in de context van een project dat heet Vastwel. En dat reflecteert, heb ik begrepen, leert en inspireert over die vraag die in de 40 dagen tijd nu ook weer heel relevant is. De vaste. En dat woord vaste, dat doen we dan 40 dagen. Het is een soort quarantaine. Letterlijk, want we onthouden ons, we sluiten ons af. 40 bijzondere dagen van onthouding. Onthouding is een ingewikkeld woord en ook niet een woord wat we elke dag gebruiken. Ik weet niet of in jullie generatie, Simon, of dat nou een woord is wat je vaak gebruikt. Maar toen ik er zo over nadacht, dacht ik, wat is dat nou eigenlijk? Onthouding is eigenlijk iets niet doen. Ergens vanaf zien. En dat doen christenen in de vaste. In de islam is het de Ramadan, maar ook in andere culturen en religies. En ook in de moderne spiritualiteit vind je wel mensen die daarover spreken. Dat het belangrijk is om af en toe iets niet te doen wat je altijd doet. En dat is interessant om daar eens over na te denken waarom we dat eigenlijk doen. We doen dat hier in de christelijke traditie, in de katholieke traditie, meer nog in het bijzonder. Na de carnaval, als woensdag. En dat deed me meteen weer denken, een van de laatste keren dat ik hier in Oosterhout was. Toen Kaaiendonk, zoals dat hier dan heet, waar ik de gast was van zijn ontzettende hoogheid, Prins Minos. En gek genoeg, dat was toen al het begin van corona. Niet alles ging door zoals we het gedacht hadden. En een paar weken later was het er helemaal. En dan realiseer je ineens, op die tijd en eeuwigheid, in een paar weken veranderde het compleet onze wereld. Maar goed, dat was niet het onderwerp van vanavond, althans. Die als woensdag na carnaval is dan het begin van die vaste tijd waarin we dus onthouding plegen. Iets doen, niet meer doen. Niet eten, niet drinken, niet roken. Maar waarom doen we dat eigenlijk, dacht ik? Wat is daar eigenlijk de zin van? Nou ja, daar zijn natuurlijk ook weer meerdere motivaties of meerdere redenen voor te geven. Ik dacht eigenlijk, ja weet je, misschien is het wel van belang om dat af en toe te doen, om niet te vergeten wat eigenlijk wezenlijk van belang is. Dan is het dus tijdelijk afzien van wat eigenlijk onnodig is, wat eigenlijk overbodig is en wat dus in zekere zin heel wezenlijk is. Dat geldt natuurlijk niet voor roken en eten, maar je raakt natuurlijk in de modus van nadenken, waarom zie ik daar eigenlijk van af, van overbodige dingen. Maar het grappige is dat deze crisis, deze quarantaine in zekere zin ons ook dwingt om ons om dingen te laten, niet te doen. Maar dat het eigenlijk nu precies gaat om de dingen die wel heel belangrijk zijn. Dus een vaste tijd laten we vaak de dingen die niet belangrijk zijn. In deze quarantaine merken we dat we zo verschrikkelijk missen wat echt belangrijk is. Want we mogen niet, nou ja, we mogen niet naar de avondklok thuis, we mogen niet naar de kroeg, we mogen niet normaal naar school, we moeten alles online doen. Gelukkig kunnen we dat, maar het is wel grappig om na te denken dat het dus nu precies andersom is.
En dat brengt ons toch ook in de wezen van die vastentijd, die in de christelijke traditie natuurlijk daar is, om in de lijdenstijd op weg naar Pasen nog eens na te denken wat die traditie voor ons betekent, wat de weg naar Pasen voor ons betekent. En dat is natuurlijk in deze generatie, in deze tijd, voor heel veel mensen weer anders. Maar ik denk dat wij, als we aan het lijden van Jezus denken en op weg naar Pasen, naar het mooie vooruitzicht dat er daarna weer nieuw leven is, dat het leven doorgaat, dat dat iets te maken heeft met het wezenlijk. Want eigenlijk gaat het nog niet eens daarom, het gaat om de boodschap die daarmee verbonden is. En dat is eigenlijk de boodschap dat we als mensen bedoeld zijn voor elkaar, dat we erg verantwoordelijkheid moeten dragen voor elkaar. Eigenlijk omdat we zeggen dan, dat zullen theologen op een hele chique manier zeggen, omdat we geschapen zijn naar het beeld van een God in wie we geloven. Sommigen geloven, anderen hebben daar hele andere motieven voor, andere redenen voor. Wat grappig is, bij al die verschillen en die verschillende opvattingen wat er is, maakt die quarantaine van nu, maakt die vaste tijd van nu, maakt die crisis van nu wel één ding duidelijk, dat eigenlijk iedereen het er wel over eens is, dat we in die crisis echt iets heel wezenlijk vinden te verliezen, namelijk elkaar kunnen zien, elkaar kunnen vasthouden, gewoon sociaal verkeer als mensen. We kunnen eigenlijk niet meer doen wat onze bedoeling is. Grappig is te zien dat we daar dan toch eigenlijk wel allemaal weer over eens zijn. Dat dat nu blijkt, dat we iets verschrikkelijk wezenlijks missen, omdat we elkaar in die quarantaine, in die crisis, die coronacrisis, moeten gedragen op een manier die voorkomt dat het virus zich steeds verder verspreidt. Ook deze crisis, de vastentijd in coronatijd, brengt ons wat. En dat is ook niet nieuw, want zo'n crisis, ook de pest, bracht stadsmuren en verharding van wegen en ook ziekenhuizen, onderlinge zorg. De cholera, een andere pandemie, bracht ons rioleringen en schoon water en de organisatie van iets wat publiek van belang is, namelijk een publieke gezondheidszorg. En deze crisis die leert ons misschien weer eens even te denken aan, wat was ook alweer de bedoeling, waarom vinden we het zo erg dat we elkaar niet kunnen vasthouden, dat we niet normaal naar familie of vrienden op bezoek kunnen gaan, omdat dat rechtstreeks raakt aan wie we eigenlijk willen zijn. En misschien is het toch wel goed om dat nog eens even indringend te ervaren, omdat we dat misschien hier en daar ook wel een beetje vergeten waren. Wat de bedoeling van ons mensen is en dat we die verantwoordelijkheid in de liefde voor elkaar, in de zorg voor elkaar, dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend meer voorop stond. En als deze crisis in deze vaste tijd ons dat opnieuw onder ogen brengt, dat die vorm van onthouding dus nu een vorm van onthouden wordt, om dat weer eens scherp op ons netvlies te krijgen, dan is dat denk ik een mooie winst. U zegt tijdelijk het onnodige en het overbodige afzien. En wat is dan wat wij hebben moeten afzien in de coronaperiode? Ik denk dat we de kern van wie we zijn moeten missen een tijd. Als ik naar mijn campus op de universiteit kijk, waar normaal duizenden jonge mensen zijn, studenten die met elkaar en met hun docenten, dat het nu pijnlijk leeg is. Dat is een beeld waarvan je meteen merkt, dit klopt niet, dit hoort niet zo te zijn. Maar ook de lege kroegen, de lege winkels. Ik denk dat veel mensen, het is voor iedereen ook weer anders. De een gaat er ook beter mee om dan de ander. Maar denk aan al die ondernemers die decennia lang soms gewerkt hebben aan een prachtig bedrijf en nu door deze crisis ineens hun bedrijf voor hun ogen zien verdampen. Dat is dan materieel gemis, maar dat is ook een emotioneel gemis, omdat daar heel veel tijd en energie en liefde in zit. Nou ja, weet je, en nog los van het feit dat natuurlijk deze crisis gewoon gezorgd heeft dat sommigen van ons dierbaren hebben moeten laten gaan. Mensen die zijn gestorven en doodgaan. Maar ik denk dat dus een optelsom eigenlijk onder de noemer is dat we door deze crisis gedwongen zijn een tijd niet te zijn wie we eigenlijk willen zijn en moeten zijn. En dat doet pijn, dat is verschrikkelijk lastig. We weten waarom we het moeten doen, maar het is wel verschrikkelijk lastig. U zegt dat de crisis veel ellende met zich meebrengt, maar dat we daar ook van leren en dat het ons inspireert en dat we nieuwe dingen kunnen ontdekken. Wat heeft u ontdekt of geleerd? Of wie heeft u geïnspireerd? Veel. Ik denk dat, iets heel praktisch. Hè? Jullie volgen, neem ik aan, ook digitaal les. Als ik zei dat elke crisis ons iets brengt, dan is deze crisis waarschijnlijk de crisis van de definitieve doorbraak van digitaal werken op tal van fronten. En bij crisis is het altijd zo dat je de gevolgen op de korte termijn overschat en op de lange termijn onderschat. Ik denk dat
nu we ontdekt hebben dat er heel veel nieuwe dingen mogelijk zijn, dankzij die technologie, dat dat een van de dingen is die blijft. En dat helpt ons soms ook. Hè? In het andere domein denk ik dat we toch gezien hebben dat ondanks al die ellende en verdriet er ook heel veel solidariteit betoont. Dus ik heb heel veel mensen gezien die zijn opgestaan om te zorgen voor anderen. Die ineens solidair zijn met hun lokale winkelier en middenstand om te zeggen, we willen dat jij blijft voortbestaan. Dus er zijn heel veel elementen van, nou ja, naaste liefde, dienstbetoon, barmhartigheid, dat zijn allemaal grote woorden. Maar het is gewoon praktisch kopje koffie brengen naar de buurvrouw die het zelf niet meer kan halen. Of boodschappen, dat soort dingen is ook allemaal aan de orde geweest. Oké, dan gaan we nu even wisselen van perspectief. We zitten hier in een middelbare school met veel jongeren. Maar de tijd die de jongeren hebben, is nu beperkt. En de activiteiten die ze kunnen doen, die is ook beperkt. Nu is mijn vraag, wat zou jij doen en hoe zou jij de tijd invullen als u een jongere was? Kijk, ik hoor nu van onze mensen op de universiteit dat er gewoon heel hard gestudeerd wordt. Er is amper sprake van studievertraging. Sommigen hebben pech, kunnen niet naar het buitenland of kunnen een onderzoek niet uitvoeren. Maar er is per saldo heel hard gewerkt. Dus jongeren hebben op de een of andere manier wel een gevoel dat ze hun tijd nuttig moeten besteden. Dus ja, ik denk, wat ik zou doen is er het beste maar van maken. Het klinkt misschien makkelijk, maar ik zie dat veel jongeren enorm veerkrachtig zijn. En nieuwe manieren vinden om er toch mee om te gaan. Daarmee doe ik niets af van het leed dat er ook is. Ik zie dat er ook eenzaamheid is. Dat er veel jongeren en studenten met zo'n laptopje thuis op je bed in een te kleine kamer in een vreemde stad. Denk ook aan de buitenlandse studenten die niet konden komen of wanneer ze hier kwamen. Ja, alleen maar via een schermpje contact met hun familie kunnen houden. Dus ik wil het allemaal niet wegzetten. Maar per saldo is er ook veel veerkracht en veel enthousiasme. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ja, ook mijn houding zou zijn. Alhoewel ik, net zoals jullie denk ik, meemaak dat je af en toe echt baalt van wat er gebeurt. Dat je niet kunt feesten. Ik zag van de week van een collega die een dochter jarig was. Ja, dat ze allemaal manieren vinden om dan een soort feestje op de computer. Maar ja, iedereen voelt het is natuurlijk toch surrogaat. Hoe denkt u dat de enorme toename van digitalisering invloed zal hebben op de maatschappij van nu? En daar ook dan de positieve en negatieve kanten van? Ja, kijk, digitalisering op zichzelf is natuurlijk, net als alle technologieën, daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Ik maak me wel eens zorgen over wat ik een beetje de algoritmisering van het eigen ik noem. Dat je, als je op die social media bent, dat je alleen nog maar schijnt te horen wat je wil horen. Hè? Dus dat je niet meer uit je eigen bubbel komt. Dat vind ik wel een zorgpunt van die technologie. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel positieve dingen met die technologie. Ik bedoel, nou, geef het feit dat je kunt zoomen. Hè? En ook in termen van duurzaamheid. Ik denk echt dat het ons gaat helpen om betere keuzes te maken in hoe we ons gaan verplaatsen. De rode draad in uw verhaal is dat vasten is naast onthouding ook een uitnodiging voor onthouden. Kunt u dan een boodschap meegeven voor de toekomstige generatie en de generatie die hier zit? Het vasten is geassocieerd natuurlijk met het lijden van Christus, die sterft om opnieuw leven. Dat is een heel fundamenteel gegeven. Hè? Sommige mensen zijn ook vergeten dat Pasen eigenlijk veel belangrijker is dan Kerstmis. Dat is ook een belangrijk feest, maar Pasen is echt het radicaal opnieuw geloven dat het opnieuw kan beginnen. Maar ik voel me heel erg thuis bij deze vaste tijd als uitnodiging om dat te doen. Daarom dacht ik inderdaad, onthouding is eigenlijk een uitnodiging tot onthouden van wat echt van belang is. Nou, dat onthoud je pas nadat je een gesprek hebt gevoerd over wat dat dan is. En ik wens jullie toe dat jullie daar vele goede gesprekken over hebben. Graag gedaan, dankjewel. Dat waren goede vragen. Drie generaties vrouwen en wij gaan met elkaar een gesprek voeren aan de hand van de volgende vraag. Namelijk, wat heeft X geleerd van Y en wat wil X graag meegeven aan de volgende generatie? Mam, begin jij maar. Wat wil je eerst als eerste horen? Wat ik heb geleerd van mijn moeder of wat ik graag mee wil geven aan jou? Wat jij hebt geleerd van jouw moeder, van oma? Ik heb van mijn moeder geleerd dat er onvoorwaardelijkheid is. In liefde en dat zelfstandigheid en onafhankelijkheid altijd bovenaan staan. En wat zou jij graag dan willen meegeven aan mij en aan Sophia en Til? Ik zou jullie dat
hetzelfde veilige gevoel willen meegeven. Dat de deur altijd open staat. Dat zoals mijn oma zei, fout gedaan, strepen onder en verder gaan. Dat er altijd ruimte is voor herstel, om fouten te maken, om jezelf te zoeken. Maar dat daar nooit een veroordeling aan mag vastzitten. En wat ik van mijn moeder vooral heb geleerd, is de onvoorwaardelijkheid ook in de liefde. En ik merk dat ik een goede moeder voor jou kan zijn, omdat zij een goede moeder voor mij is altijd geweest of nog steeds is. En dat is, dat wil ik doorgeven aan jou. Aan mij. Nou ja, op zich, ik kan me daar best wel gewoon mee vereenzelvigen. Maar als ik terugkijk op de familiegeschiedenis onder de vrouwen, ben ik ontzettend trots op alle vrouwen in de geschiedenis. Ja, gewoon in onze familie. Ja. Gewoon zoals onze erfnaam, Johanna Berendina. Ik heet zo, jij heet zo, oma heet zo. En ik vind dat gewoon iets supermoois. En ik zou dat ook graag willen meegeven als ik zou moeten kiezen aan de volgende generatie om dat te doen. Want ik hecht er gewoon ontzettend veel waarde aan. Oma noemt mij heel vaak een loepenkind. En dat verwijst dan terug dan naar haar moeder, die donker was, donker haar, donkere ogen. En ik word er eigenlijk, ik ben eigenlijk gewoon heel erg trots op. Ja, maar het loepenkind is niet alleen, een loepenkind is niet specifiek ook uiterlijk. Een loepenkind is ook echt het innerlijk. Dus een bepaalde vechtdrang, een bepaalde, altijd streven naar onafhankelijkheid. En daar is mijn oma echt een vooruitstrevend in geweest. Ja. Zij was alleenstaande moeder net na de oorlog. Zij heeft ervoor gekozen om niet verder te gaan met een huwelijk. En dat was in die periode was dat echt niet... Was not done. Nee. En daarbij had ze wel 4 kinderen. En die kracht die ze daar heeft laten zien, is wel vind ik absoluut een inspiratie voor alle vrouwen die daarna komen. Ja, ik vind dat ook. En daarom kijk ik ook gewoon met zoveel trots terug op vroeger. En daarom vind ik het ook altijd zo jammer dat ik oma, zeg maar, dat ik overigens oma nooit heb leren kennen. Nee. En dat oma eigenlijk de dichtstbijzijnde persoon is die daarover kan vertellen. Ja, klopt. Ja, dat is ook jammer. Maar ja, dat is ook een stukje van die onafhankelijkheid. Is dus dat je zelf kiest voor het moederschap. Of je dat wel wil of niet wil. En dat dat ook gewoon gelukkig nu op steeds latere leeftijd gebeurt. Waardoor je misschien ook zal zien... Dat gewoon kan. Ja, waardoor je ook misschien zal zien dat je nooit echt meer over een vierde generatie kan heen kijken. Maar dat er altijd een... ongeveer dat je met altijd een oma hebt, maar een overgroot oma is gewoon niet meer. Want gelukkig hebben vrouwen steeds op een latere leeftijd kinderen. Ik ben niet alleen trots, zeg maar, gewoon, of gewoon heel erg dankbaar gewoon voor liefde, maar ook gewoon met een bepaalde intelligentie die ik ook voor jullie heb meegekregen. Van oma vooral. Nee. Van oma, ja. Niet van mij. Jij ook. Nee, dat heeft echt, gewoon een generatie overgeslagen, denk ik. Ja. Ik ben niet zo slim als jullie. Want als ik kijk naar, als ik naar jou kijk en hoe ontzettend academisch je bent. En als ik naar oma kijk, die is omdat het natuurlijk vroeger niet kon, maar die is op latere leeftijd begonnen met studeren. Die heeft HBO alles afgemaakt, denk ik, tussen de 45ste en de 50ste. Ja, nee, heel laat. Ja, nee, mensen die dachten dat, zeg maar, gewoon dat zij de professor was. Ja. Ja, precies, ja. Dat zei de. Dus dat is echt, dat heb je echt van haar. Dat heb je niet van mij. Nee? Nee. Ik vind ook niet als je, zeg maar, ik vind goed bent in school, zeg maar, gewoon goed zijn in school en intelligentie los van elkaar. Ja, vind ik ook. Dat vind is ook ik. Zo. Want je kan dan wel cum laude overgaan, maar dat houdt niet in dat je intelligent bent, bijvoorbeeld op sociaal vlak. Nee. En daar ben jij bijvoorbeeld, vind ik wel heel goed in. Ja. In contacten onderhouden. En wat nog meer. En wat nog meer? Ik ga even zitten. Waar ben ik allemaal goed in? Ja, nee, Thijs, hoor je dit nooit van mij? Nee. Ik vind het heel fijn, dit gesprek. Heel fijn, dat is goed. Ja, hallo. Ik ben de oma van Nina en de moeder van Nina's moeder. En mij is gevraagd om iets te vertellen over wat is liefde. Voor mij is liefde genegenheid.
De warmte die je naar elkaar voelt. Het respect wat je voor elkaar hebt. En de ruimte die je elkaar geeft. Liefde is je gelukkig voelen als je lekker tegen je moeder aanligt en je hoort de regen kletteren op het dak en denkt, wat heb ik het goed. Dat is volgens mij liefde. Leuk dat jullie samen zijn gekomen om de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs te bespreken. Ik ben zelf een tweedejaars student psychologie op de universiteit. Dus ik heb mijn eerste jaar al gehad. Maar wat ik wel in mijn eerste jaar heel erg merkte was dat de overgang van het VWO naar het hoger onderwijs toch best wel zwaarder viel dan in eerste instantie gedacht. En ik heb gemerkt dat ik niet de enige student ben die deze struikelblokken had. En daarom zijn Jeroen, de producent van deze video, en ik Study is begonnen. Een bedrijfje waarmee we onze medestudenten willen helpen die overgang makkelijker te maken van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. En nu ben ik wel benieuwd, wat zijn jullie ervaringen met die overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs vanuit jullie leerlingen? Zeg. Ja, nou, ik denk dat het een goede vraag is die je stelt. En je zit nu in het tweede jaar. En het tweede jaar is ook echt wel een belangrijk jaar. Als wij kijken naar onze leerlingen die doorstromen naar de universiteit, zien we dat in jaar 2 ongeveer nog 80% van de leerlingen bezig is met hun WO-opleiding. Nou ja, goed, dus dat betekent eigenlijk dat er nog 20% te winnen is. En als ik nou kijk wat het lastig maakt hè, om die overstap gewoon duurzaam te behouden, dan denk ik dat wij leerlingen wel leren leren hè, voor de schoolexamens, voor de examens. Maar we leren hen misschien nog onvoldoende studeren. En dat is denk ik een andere vaardigheid. Dus de academische vaardigheden die leerlingen echt of studenten nodig hebben op de universiteit, daar zou denk ik op het middelbaar onderwijs iets meer aandacht voor mogen zijn. Nou ja, jij bent een oud-leerling van het Frenken, ja. Dus wat je net aangaf geldt eigenlijk voor heel veel leerlingen van, van onze school. Wij zetten heel vaak nog een enquête uit als onze leerling 1 of 2 jaar op de universiteit zit. En dan vragen we ze, waar ben je tegen aangelopen in het eerste jaar of het tweede jaar? En dan zien we heel veel mooie dingen die ze meenemen vanuit het Frenken naar de universiteit toe. En we zien eigenlijk twee dingen terugkomen waarvan we denken, daar moeten we eigenlijk iets meer aan doen. En de eerste is dat de studenten zeggen, we willen meer leren echt hele grote hoeveelheden stof te bestuderen. Op de middelbare school is dat echt nog stukjes kleiner dan de universiteit. En ze zeggen, we merken nu dat we heel veel moeten reflecteren. En dat zouden we ook graag hebben willen leren, of meer hebben willen leren op de middelbare school. Want wij leren onze leerlingen wel reflecteren. Maar je moet als leerling ook voor openstaan. En sommige leerlingen pikken het op in 5-6 VWO, 4-5-6 VWO en sommige leerlingen nog niet. En die merken dan dat ze in 1 of 2 van de universiteit het wel moeten gaan leren. En ik vind dat misschien ook wel niet eens zo heel erg. Je gaat het leren op het moment dat je eraan toe bent, denk ik. Maar dat valt ons dus op. Ja. Nou, hele recente ervaringen persoonlijk heb ik, omdat ik nu als rector net terug ben en niet echt actief in het onderwijs nog zelf ben. Dat wil ik wel weer gaan doen, maar ik weet nog heel goed hoe dat ging. Ik zei wel eens, tegen kerst lopen ze hyperventilerend over de campus. Van wat overkomt me nu? Hè? Dus het is van alle tijden deze vraag, niet nieuw. En ik weet dat wij enorm onze best doen met onze middelbare scholen in ons gebied met name. Om dat nog veel beter te doen. Want je kunt altijd streven naar verbetering en dat lukt ook wel. Ik denk dat wat u net zei. Kijk, een universiteit is in die zin een soort intellectuele klimwand. Hè? Je komt er binnen en je moet voor een deel ook je eigen weg zoeken. Er wordt wel wat aangeboden, maar het is... Je moet het echt zelf gaan doen. Maar natuurlijk is daar hulp bij. En dat gaat inderdaad om het vermogen om grote hoeveelheden stof te overzien. Daarvan niet in paniek te raken, de hoofdlijnen te pakken. Zelf ook te bepalen wat die hoofdlijnen zijn. Ja. Dat is de verantwoordelijkheid van de student zelf in belangrijke mate om dat te doen. Dus ik denk inderdaad dat het vaardighedenonderwijs, academische vaardigheden, reflecteren, grote hoeveelheden stof overzien. Daar kun je al mee beginnen. Jullie maken een profielwerkstuk hè, aan het einde. En ik herinner me dat ik in de tijd dat ik een nieuwe opleiding ontwierp, dat ik vaak leerlingen, of dat wij mochten niet selecteren, dat mag nog steeds niet, maar wij voerden kennismakingsgesprekken. En dan vroegen wij, stuur je profielwerkstuk eens op. En dan had je toch al vaak door bij zo'n profielwerkstuk of het een leerling was die de aanleg had, ook de appetite om zelf een beetje onderzoeker te worden. Ja. Want je krijgt veel kennis aangeboden op de universiteit, maar het is vooral de uitnodiging om zelf mee aan nieuwe kennisontwikkeling te werken. Nou, dat is voor het ene vak belangrijker dan voor het andere.
Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je al tijdens de voorlichting, en daar werken we ook heel goed samen, heb ik begrepen, dat je duidelijk maakt wat hier de bedoeling is. Dus dat je echt als student leert zelf kennis te maken en mee te ontwikkelen. Dat het niet alleen consumptie is, maar dat je ook produceren moet. Ja. Nou, dat is een manier om erover te praten, er is veel meer over te zeggen. Maar ik denk wel dat, ja, het zou jammer zijn wat u zei, dat we mensen ergens verliezen onderweg, waarvan we zeggen, als we iets beter ons best hadden gedaan of iets beter duidelijk gemaakt hadden wat de bedoeling is, dan was dat niet nodig. Ja, het is natuurlijk een verschil of je van een relatief kleine middelbare school komt, waar het toch nog beschermend is, naar zo'n grote universiteit, waar je die zelfstandigheid inderdaad, hè, die is daar meteen belangrijk. Ja. Als je hier bijvoorbeeld vergeet aan te melden voor een herkansing, voor een schoolexamen, nou dan mag je toch nog die schoolexamen doen. En dan, terwijl als je het vergeet bij de universiteit, ja, dan is het gewoon klaar. Ja. En ik weet wel dat leerlingen, zolang ze nog bij ons op school zitten, vinden ze dat fijn dat wij ook met ze meedenken, dat wij ook een beetje mee pamperen. Ja. En zodra ze naar de universiteit gaan, denken ze in één keer, misschien had op de middelbare school toch iets minder gemoeten, want nou sta ik in één keer voor die uitdaging. Ook op de universiteit verandert er wel wat. Hè? Dus die hele grootschalige hoorcolleges, die zijn er natuurlijk nog. Hè? Zeker bij een opleiding als psychologie, waar zelfs nu zelfs een numerus fixus is. Hè? Dus omdat wij zeiden, het wordt te groot. Ja. Willen we het goed kunnen doen, is het aantal ook daar wel relevant. Ja. En dan zijn natuurlijk in de verdere fase van je studie werkgroepen waar je echt al... Hè? Dus dat is dan wel weer fijn inderdaad. Precies. Ja, dat is dan wel weer fijn. En, iets nieuws misschien, onderling. Kijk, ik zeg wel eens, dat moet je niet verder vertellen, de helft van wat je leert op de universiteit leer je in de kroeg. Ja. Dat wil zeggen, je moet samen met je collega-studenten praten over je stof. Je moet je mening vormen. Je moet studenten van andere studies ontmoeten die je ook helpen bij. Dus een beetje overdreven, maar onderling, en dat is wat studenten nu ook zo verschrikkelijk missen met die verschrikkelijke covid-tijd, dat je amper met elkaar in gesprek kunt gaan. Dus dat is ook, ik herinner dat mijn eigen studententijd, dat is ook heel belangrijk. Ja. Dus die zelfstandigheid, op kamers gaan, in een vreemde stad gaan wonen vaak, heel veel nieuwe mensen ontmoeten, het is ook nogal wat. Ja. Maar goed, weet je, het is ook een enorme kans. Het is de mooiste tijd van je leven als je het goed doet. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst op voorlichtingdag ging met mijn middelbare schoolgenoot, ik denk een 4 VWO of zo. En dan kwam je in zo'n grote collegezaal. Dat was natuurlijk, je ging werkelijk een heel andere wereld binnen. Ja, hè? Ja. Dus dat is ook nogal wat. Dus dat moeten we ook niet onderschatten. Bedankt dat jullie samen wilden komen om hierover te praten. Ik vond het heel interessant om jullie perspectieven te horen. Mooi, heel graag gedaan. Veel succes voor de toekomst. Ja, ook bedankt. Eens gelijk, dankjewel.